Op 13 mei 2012 speelden de twee Tielse voetbalverenigingen TEC en Teole tegen elkaar. Bij winst van één van de twee ploegen kon men kans maken op promotie naar de Eerste Klasse Zuid. Daarbij waren ze wel afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd BVV uit Den Bosch tegen Reusel Sport. BVV zou bij winst in de laatste wedstrijd van het seizoen niet meer in te halen zijn door de twee Tielse clubs, die beide in de competitie op één punt volgden. Stad CV maakte opnames van de wedstrijd van het jaar en sprak voor en achteraf met betrokken spelers, trainers en bestuurders. Hankie, zondag de belangrijke derby tussen TEC en Teole. Is iedereen fit? Ja, iedereen is fit. Dus, voor Teole wil iedereen fit zijn. Dus dat hebben ze wel goed gedaan. En hoe gaan de voorbereidingen? Voorbereiding gaat goed, zeker na afgelopen zondag. Een beetje een domper. Woensdag even verwerkt. Nou, vandaag zie je een hele fijne training. Met heel veel plezier en zondag uitstralen naar de wedstrijd. Scherpere training ook? Ja, het is soms voor sommigen is het scherp, voor mij niet. Ik wil eerst plezier maken en dan zondag weet iedereen waar het op staat. Dus daar hoef je niemand te motiveren. Dan kunnen we vandaag gewoon lekker plezierig trainen. Hoe is de beleving van de spelersgroep voor de derby? Ja, dit speelt al een tijdje. Hè? En, we hebben natuurlijk veel Tielse jongens erin. En de derby tegen Tech, dat is natuurlijk een enorme happening. En zeker gezien de stand, hè, we spelen gewoon nog voor het kampioenschap. De kans is natuurlijk wel klein, want BVV die hebben de beste papieren. Maar dat de laatste wedstrijd van de competitie nog ergens toe doet, ja, dat geeft deze wedstrijd alleen maar extra glans. Hoe speciaal is deze wedstrijd voor jou? Ja, heel speciaal. Ik bedoel, voor iedereen hier binnen de club. Ik bedoel, het is een echt Tech Teole, hè? Dus het is een derby, dus los van de stand. Hè? We kunnen allebei kampioen worden. Maar los daarvan, ik bedoel, gaat het om de principe. Hè? Wie is de beste van Tiel? Dus ja, ik verheug me erop. Waar speel jij het liefst? Ja, het liefst wil je natuurlijk doelpunten maken, maar ze hebben me de laatste paar wedstrijden weer achterin gezet. En doe gewoon wat voor het team het beste is. Nou, het is wel apart, want je was vorige keer topscorer, maar nu ben je ook nog steeds topscorer, terwijl je eigenlijk vooral achterin staat. Verwacht je dat je zondag gaat scoren? Ja, vooral in zo'n wedstrijd hopen natuurlijk een doelpuntje mee te pikken. Maar het belangrijkste is vooral dat we de wedstrijd winnen. En wie er scoort is eigenlijk niet zo belangrijk. Beetje de zwaktes en de sterktes van TEC. Ja, de zwaktes, ik denk dat wij op de counter denk ik dat zij wel te kloppen zijn. Als ze een balbezit hebben en de bal verliezen, dat wij er dan zo snel mogelijk uit moeten. En met onze snelheid moet het gaan lukken, denk ik. Denk je dat je gaat scoren? Ik mag het hopen. En, ik denk het wel, want ik denk dat we ook gaan winnen natuurlijk. Hoe is het seizoen volgens jou gegaan? Ik denk een goed seizoen, dat we een goed seizoen hebben gehad. Als je het vooraf had verwacht, denk ik dat veel mensen ons ergens in de middenmoot hadden zien eindigen. En BVV en Tech als favorieten. En uiteindelijk doen we tot de laatste speeldag mee om de eerste plek. Dus ik denk een goed seizoen. En we kunnen het natuurlijk nog beter afsluiten door of kampioen te worden of sowieso te promoveren. Jullie hebben al een periodetitel. Ja. Zowel met, net als bij TEC, de ene keer wel goed voetbal en de andere keer net iets minder. Wat denk je dat dat komende zondag gaat gebeuren? Ik denk dat komende zondag veel mensen, dus het wordt een leuke wedstrijd. Een mooie ambiance. Ik denk zelf dat we gaan winnen. Puur omdat wij een beter team zijn dan Tech. En Tech heeft misschien individueel wat meer kwaliteit dan wij. Maar wij zijn gewoon een beter team, een beter collectief. En ik denk dat dat aan het eind van de wedstrijd gaat tellen. Zowel opa als mijn vader heb je hier zo in de jeugd gevoetbald. Ja. Mijn opa komt oorspronkelijk uit Eckewiel. Is verstrikt geraakt hier zo bij TEC door vrienden. Dus zodoende. Dus. Was dat de doorslag van je opa en je vader om hier te spelen? Ze hebben natuurlijk wel een goed woordje gedaan, zo gezegd. En ja, de trainer heeft me overgehaald. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. En wij zullen echt top moeten zijn om Tech te kunnen verslaan. Het is gewoon een hele goede ploeg. Maar goed, wij zijn dat ook. En tegen de topploegen doen wij het meestal ook wel aardig. Ik denk zelf dat wij gaan winnen. Mogen jullie nu het verloop van de wedstrijd laten zien? Door middel van deze afstandsbediening op het scorebord hierachter mogen jullie aangeven om de beurt wie wanneer gaat scoren en welke minuut. Ja, ik zal beginnen. Na een kwartier wordt dit de eerste stand, helaas.
Maar ik denk dat het goed is voor de spanning, zoals Jan zei. Ik denk vlak voor rust wordt het 1-1. Ik denk dat het goed is. Dan houden we de spanning voor de tweede helft. Wellicht wordt het na een kwartier 2-1. Maar ik denk dat het dan 2-2 wordt. En nog 5 minuten voor tijd, onze spits, maakt dit tot een einduitslag. En we winnen hier met 3-2. Spits Anders Liene of... Of Ramon. Beide mogen scoren, vind ik. Maakt niet uit wie. Oké. Okay. Jan, voor jou de afstandsbediening? Nou, ik ben het... ik ben het tot 5 minuten voor tijd ben ik het echt met Beeld eens. Ik denk dat het zo is. Alleen, dan wordt het een minuut voor tijd... wordt het dit. En dan komt er toch 1 minuut of 3 blessuretijd bij. En Beeld, ja, jammer. Maar in de laatste minuut van de blessuretijd... krijgt Albert Vervelze te middenstip de bal. En die schiet op doel. En dat wordt uitstand. Laten we het daarvoor doen. Zo, genoeg gepraat. Tijd om de bal te laten spreken. Welkom op Sportpark De Lok, de thuishaven van TSC. Mooi zonnetje, lekkere temperatuur, zo'n 1500 toeschouwers. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooie wedstrijd van te maken. De heenwedstrijd bij Tiole eindigde vorig jaar in 1-1. En dat geeft aan dat beide ploegen aan elkaar zijn gewaagd. We beginnen eerst met een minuut stilte. Dit als eerbetoon aan een onlangs overleden jeugdspelertje van Tiole. Een echt kippenvelmoment hier op Sportpark De Lok. Een mooi gebaar van beide clubs voor de nabestaanden. Mooi combinatievoetbal spelen beide clubs, wel op het scherpst van de snede en de eerste gele kaart is een feit. Zo'n 15 minuten gespeeld, TSC opent op rechts zoals gezegd, mooi combinatievoetbal van beide teams in een aardig tempo. Het spel golft op en neer, maar echte kansen zijn er nog niet geweest. Dan TSC. Mooie aanval over links. En een vrije trap, net buiten de 16. Slapschot. Makkelijk te pakken voor de keeper van Tiole. De bal onderschept door Tiole. Ruim 18 minuten gespeeld. Tussenstand nog altijd 0-0. Maar beide ploegen spelen geen verstoppertje en spelen allebei vol op de aanval. Leuk combinatievoetbal. En Tiole is opnieuw weg via de rechterflank. En de bal wordt onderschept door TSC. TSC is op zoek naar de openingstreffer. Spelers van TSC weten elkaar goed te vinden. Oh,
Mooie voorzet. En Tiole ruimt op. Dan Tiole. De bal mist precisie in de afwerking. Dat was een flinke overtreding op een speler van TSC. Dat betekent twee keer geel, dus rood. De speler kan vertrekken. Tiole verder met 10 man. TSC ruikt bloed en zet nog eens flink aan. Ja, het hing al een tijdje in de lucht. De 1-0 voor TSC is hier. Tiole doet wat het kan, maar TSC is op het ogenblik heer en meester op het veld. Ruim 35 minuten gespeeld. TSC is op zoek naar de 2-0 op Sportpark De Lok in de wedstrijd van het jaar. Tiole laat TSC komen en zakt ver terug op de eigen helft. Tiole weet toch na de rode kaart sporadisch tot een aanval te komen, maar verder dan het 16 meter gebied laat TSC het niet meer komen. Ruim 38 minuten gespeeld bij TSC tegen Tiole. Als TSC een vrije trap mag nemen en opent op rechts. Ja.
Knap worden een paar spelers uitgespeeld en doelpunt 2-0. TSC probeert het af te maken. De 3-0. Wacht even, de scheidsrechter keurt de goal af. Op de beelden is het niet goed te zien, maar neem van me aan dat het arbitrale trio er flink naast zit. We gaan rusten met 2-0 voor TSC. Benieuwd hoe beide ploegen de kleedkamer uit zijn gekomen. We trappen af voor de tweede helft van TSC tegen Teole. TSC combineert er lustig op los. Teole dringt niet echt aan. Hoekschop voor TSC. Mooie omhaal. Dan Teole. Met een man minder krijgen ze toch meer grip op de wedstrijd. Echte kansen zijn er echter nog niet geweest in de tweede helft. Maar de ploeg blijft goed combineren en verzorgd spelen. TSC speelt de bal rustig rond. Het tempo ligt niet al te hoog meer. Mooie aanval van Teole. Net naast. De grensrechter vlacht voor buitenspel. Er wordt steeds slordiger gespeeld met persoonlijke fouten over en weer. Het lijkt erop dat TSC het wel gelooft met de 2-0 tussenstand. En zomaar out of the blue, mooie aanval van Teole. 2-1. Zou het dan toch nog lukken voor Teole? Nog 10 minuten te voetballen en beide ploegen zetten nog eens aan. Thank you.
Flinke overtreding. Gele kaart voor TSC. Mooie kans voor Teolen. Net over. En een hoekschop. Een van de laatste kansen van de wedstrijd voor Teolen om er toch nog een gelijk spel uit te slepen. Slecht genomen. Kans over. TC gaat nog een keer op zoek naar een goal. En oh. Wat een domme overtreding. Dat is een gele kaart. Teolen zet nog een keer aan. Zou het dan toch nog gelijk worden? TSC, moet gezegd, is geen schim meer van de ploeg uit de eerste helft. Toen het heer en meester was op Sportpark de Lok. En dat is twee keer geel, oftewel rood. Die speler van TSC, die kan gaan douchen. Teolen doet wat het kan. Nog een laatste aanval. En die bal is over. En daarmee eindigt deze wedstrijd, de wedstrijd van het jaar TSC Teolen, in 2-1. Meneer Verspij, wat vond u van de derby van vandaag? Ja, een mooie wedstrijd, 2-1, mooie doelpunten. Ook wat rode kaarten. Maar dat gaat erom, het ging ook ergens om, deze wedstrijd. Dus volop genoten. En had u een lichte voorkeur voor een bepaalde club? Nou, ik heb vroeger altijd gevoetbald bij Teolen, tenminste altijd, tot en met de C. En mijn vader is een echte TSC supporter, dus het hart bonst voor beide clubs. Oké. Okay. En wat vond u van, u zei net dat er rode kaarten waren gevallen. Wat vond u van de strijd onderling van de spelers? Was het een echte derby volgens u? Ja, het was een leuke derby. De rode kaarten die vielen waren echt wel domme overtredingen, dus dat had niet gehoeven. Maar de strijd was er. Wat vond u van de sfeer? Sfeer hartstikke goed. Was druk. Goed weer erbij, terwijl van de week toch wat regen was. Dus alle ingrediënten waren er voor een hele leuke middag. Hankie, van harte gefeliciteerd met de overwinning. Had je het verwacht? Jawel, ik had het wel verwacht, ja. Ik had 3-1 voorspeld, dus het is 2-1 geworden. Derde goal, je werd afgekeurd. Terecht volgens jou? Of? Ik denk niet terecht, maar ja, daar zijn die grensrechters voor. Hè. Die kunnen een wedstrijd beïnvloeden. Dus ik dacht dat het gewoon een zuiver doelpunt was, maar hij keurt het me netjes af. Dus ja, jammer. Maar ja, goed, dat weet je dat gebeurt. Het heest van een strijd of zo. Wat vond je van de wedstrijd? Van de eerste helft vond ik wij wel de betere ploeg. Alleen de tweede helft vond ik ons een beetje slaperig. Een beetje, denk makkelijk erover. En dan een man meer. En dan denk je, ja, maar niet goed gedaan. Nee. En voor ons met een man minder... Of man meer, daar kunnen we toch blijkbaar niet goed mee om. En wat heb je in de rust gezegd? Ik heb in de rust gewoon gezegd dat we gewoon moeten blijven voetballen en een vrije man moeten vinden. En als dat niet gebeurt, dan moet je, voor mijn part speel je 45 minuten de bal, ze komen toch niet. Dus ja, laat je dan maar de bal achterin spelen. Nou ja, we willen te gehaast om die 3-1 te maken en dan zijn we wel een beetje slordig. Nou ja, dan wordt het 2-1 en dan is het even billen knijpen. Ja, ook nog een rode kaart. Ja. Voor zowel Teolen en voor TSC.
Tjolen vond ik het helemaal een dramatische overtreding. Als je ziet dat Bob met de jaren erbij staat en dat hij dan nog als een wilde erin gaat, vond ik het terecht. En die van ons vond ik gewoon een domme rode kaart. Ja, je speelt met 11 tegen 10. Ja, dan moet je niet van die domme overtreding maken. Ja, dan kun je vingers natellen dat je dan een gele kaart krijgt. En dan weer een domme overtreding. Ja, dan is het rood. Walter, helaas verloren van TSC. Wat vond je van de wedstrijd? Een wedstrijd, ja, hoe zeggen ze dat? Met twee gezichten. Ik vond ons eigenlijk wel de betere ploeg vandaag. En ik denk ook als ze 11 tegen 11 blijven voetballen dat wij winnen. Ja, inderdaad, beide spelers, of tenminste twee spelers van zowel Teole als TSC, met een domme rode kaart eruit. Ja. Dan was er nog een goal van TSC, die werd afgekeurd. Volgens jou terecht of onterecht? Die was onterecht afgekeurd. Dat was geen buitenspel. Maar goed, zo gaat dat, hè, met de eigen grensrechters. Aan de andere kant moeten wij een penalty krijgen met Ramon Verzoelen en een rode kaart. Maar ja, de scheids kreeg het niet belopen vandaag. Wat vond je van de sfeer? De sfeer? Wel goed, hè. Dat is aardig wat publiek. En ik vond het eigenlijk wel gaan, maar toch wel een beetje mat, moet ik zeggen. Je hoorde maar weinig vanaf de zijkant. Normaal is het iets feller allemaal. Maar, aan deze kant moet ik zeggen wel, hoor. Oké, nou, dat heb ik niet meegekregen, maar de sfeer is toch prima zo. Tot het einde doen we allebei mee en veel publiek. Dus ik denk dat we ons wel hebben laten zien vandaag. Heb je nog wat in de rust gezegd tegen de spelers, wat er veranderd moest worden? Ja, nou, er zijn wel aardige discussies in de rust. En hoe gingen we het nou precies neerzetten? Nou, uiteindelijk hebben we wat omzettingen weer gedaan. Eigenlijk zoals we in het begin van de wedstrijd stonden. Alleen met één spits. En dat ging goed. Iedereen zette een stapje bij. Dus daarom kon je ook niet echt zien dat we met een man minder speelden. Dus kijk, natuurlijk even over die kaart. Het was wel die tweede was wel terecht. Die eerste vond ik niet. Hij trapt eigenlijk in het toneelspel van Sheriff Kaya. Schokken jullie na die kaart? Die rode kaart, ja, daar schrok ik wel van. Ja. Het was een beetje een onbesuisde actie van Imad Ben Boeker. Als je een geel op zak hebt, dan moet je eigenlijk op je tellen passen. Alleen, dat gebeurt als je duel ingaat. Had het voor mij niet hoeven geven. Ik vond het een beetje overdreven eigenlijk. Ja, er is in ieder geval genoeg gebeurd. Twee rode kaarten en toch nog wat goals. Maar over het algemeen, vond je dat er meer in had gezeten voor Teole? Dat denk ik wel. Ik denk een gelijkspel wel de verhouding was geweest. Die rode kaart van hun, dat sloeg ook nergens op, vond ik. Maar al met al vond ik een gelijkspel wel meer de verhouding zijn. Maar goed, je krijgt niet altijd wat je verdient, hè? Dennis, helaas verloren. Wat vond je van de derby? Ik denk dat we goed begonnen. De eerste 20 minuten vond ik onze bovenliggende partij. Het keerpunt is de wedstrijd is helaas wel de rode kaart geweest. We hebben een kwartier de grip verloren. Krijgen we ook twee doelpunten tegen. Ik denk dat we de tweede helft goed op hebben gepakt met 10 man. Maar het was niet genoeg, helaas. Ja, dan valt er ook nog iemand van TSC weg. Dachten jullie van, nou, nu is het 10 tegen 10. We maken weer meer kans? Nou goed, dan weet je dat we meer kans maken. We staan weer gelijk in aantallen. Maar we hebben er alles aan gedaan. Het was helaas niet genoeg. De inzet was er wel, denk ik. Dat was wel positief. Had er meer ingezeten volgens jou? Nou goed, we krijgen twee jaar of nog een paar kansjes, hè. Vlak voor tijd. Ik denk Jamie met een schot. Ramon nog één keer een aanvallende bal. Maar goed, die ballen moeten er wel in. Eenmaal in zulke derbies. Elk kansje wordt afgestraft. Ben, gefeliciteerd. Je hebt weer gescoord. Hoe voelde dat? Dankjewel. Heerlijk gevoel, hè. Ik bedoel, de eerste doelpunt is toch wel belangrijk. Ik zat zelf ook niet echt goed in de wedstrijd. En na dit doelpunt ging het al wat beter. Dus we kregen ook meer vertrouwen door die doelpunt. Dus voor mezelf was het heerlijk, maar ook voor de elftal eigenlijk. Daardoor kwamen we ook beter weer in de wedstrijd. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, de eerste helft was gewoon fantastisch. We speelden gewoon Teole uit het veld. Ik bedoel, ze hebben niet echt veel kansen kunnen creëren. En wij speelden gewoon heel goed voetbal. En de tweede helft, ja, je hebt het kunnen zien. Ja, leunen op de 2-0. Eigenlijk maak je als je de 3-0 maakt, is het gewoon afgelopen. Nou, de eerste helft wordt de derde doelpunt afgekeurd, onterecht. Dus Teole blijft in de wedstrijd. En tweede helft minder in ieder geval. Veel minder. Tweede helft ook Stefan eraf. Ja. Eerste helft spelen van Teole ook een rode kaart. Ja. Wat vond je van beide rode kaarten?
Nou, ik vond beide gevallen vond ik natuurlijk een domme overtreding. Ik bedoel, van, ja, de bek van Thiolen, ja, die gaat met de gele kaart op zak zo'n duel in. Ja, dan weet je gewoon dat je die tweede geel kan krijgen. En eigenlijk geldt dat ook voor Stefan. Ik bedoel, op de helft van de tegenstander. Je kan hem gewoon voor je houden. Ja, probeer toch voor de bal een beetje te veel risico. Nou, beide wel terecht, denk ik. Helaas verloren van TC. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk als je naar de wedstrijd kijkt, de eerste kwartier gaat gelijk op. Waarom ik het gevoel heb gehad dat wij meer druk zetten bij TSC. En dan krijgen we een vervelende rode kaart. Terecht, denk ik, twee keer geel. Dom. En daarmee moeten wij op dat moment even de wedstrijd herstellen. Ja, dan ben je het even de wedstrijd kwijt. Maar complimenten voor het elftal wat in de tweede helft met 10 man gewoon TSC permanent onder druk zet. En ik denk de tweede helft terecht het goal. En eigenlijk was het gelijkspel rechtvaardig. Maar aan de andere kant, nou komen TSC niet meer tegen de na-competitie. Misschien is dat ook wel beter. Jan, van harte gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Wat vond je van de wedstrijd? Nou, ik vond de eerste helft, ik heb veel rondgelopen, dus ik heb natuurlijk het een en ander gemist. Maar ik vond, in het begin vond ik dat Thiolen wat meer drukte. En dat TSC na een minuut of 10, 15 spelen het wat ging overnemen. Ja, vervolgens was het zo dat Thiolen, ja, wat die jongen deed, misschien stress of wat dan ook, was niet slim. Dus ja, toen speelde TEC tegen 10 man. Dat hoeft dan niet altijd een voordeel te zijn, maar voor de rust was TSC wel dominanter. Alleen ze hadden toen, ja, eigenlijk moeten afmaken. In de tweede helft, ik stond bij het doel hier toen die 3-0 viel. Moet ik wel zeggen dat ik het schandalig vond. Dat die rechterspits Lissenberg speelt zijn man uit. Trekt de bal, ik denk een halve meter voor de achterlijn terug. En ik weet niet zeker, Sven van Dingen dacht ik kwam inlopen en die tikt die bal erin, 100% de goal. Grensrechter wist niet te vertellen waarom dat hij hem afgekeurd had. Ik vond het schandalig. Kijk, en als, nou was het bij 3-0, maar is dat 0-0, wordt dat wel vervelend. Dat vond ik wel jammer, want die wedstrijd verdiende dat niet. Maar verder is kantelde de wedstrijd op een gegeven moment wel, vond ik. Tik ging tegen 10 man. Vond ik wat slordig te werk. Thiolen ging drukken en TEC kwam een paar keer goed weg. Dus ik vond dus toen ging het bij TEC, was er ook nog iemand een rode kaart. Uiteindelijk over de hele wedstrijd genomen, denk ik, TEC terecht gewonnen. Maar het was geen hoogstaande wedstrijd. Trouwens, de supporters van TSC, wat vond je van de wedstrijd? Heel erg spannend vond ik het. Hele spannende wedstrijd. Echt, we moesten wachten wat BVV deed. En we hebben toch gelukkig van Thiolen gewonnen. Daar ben ik heel erg blij mee. En dat gaat door heel Tiel heen dat wij gewonnen hebben. Ja. Yeah.